We vieren dit jaar in de stad Utrecht 900 jaar stadsrechten. Sinds 1122 hebben we stadsrechten. En het Centraal Museum heeft naar aanleiding daarvan een hele interessante tentoonstelling ingericht, waarvan het thema is de gezondheid van de burgers van de stad Utrecht. Daar is een enorme hoeveelheid onderzoek ingestoken, archeologisch onderzoek, picturaal onderzoek, je kunt het zo gek niet verzinnen of het is er ingestoken. En nu wil het geval dat eigenlijk die tentoonstelling afrekent met een aantal welbekende vooroordelen. Zo zijn bijvoorbeeld de middeleeuwen, die wij meestal beschouwen als de duistere middeleeuwen, gezondheidstechnisch helemaal niet zo'n slechte periode. Het dieptepunt is eigenlijk de 19e eeuw. En op dit moment kunnen we toch wel spreken van een betrekkelijk gezonde stad. Oké, er zijn grote verschillen, maar toch van een gezonde stad. Sterker nog, de tentoonstelling heet De Gezonde Stad. En daarover gaan we praten met René de Kamp, de conservator van de tentoonstelling. Tja, het begin van de gezonde stad. Ja, dag, hey. René. Hey Maarten, welkom. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Kijk, zo komen de bezoekers ook binnen, neem ik aan. Zo komen ze binnen, ja. We staan hier aan de start van de tentoonstelling. Dat heb je natuurlijk niet voor niks zo ingericht als het ingericht is. Mm-hmm. Wat we eigenlijk hebben gedaan is, we gaan op zoek in deze tentoonstelling naar gezond stedelijk leven. Hoe was het eigenlijk om in te leven in de stad? Wat deden mensen om de stad gezond en schoon of in ieder geval gezond te houden? En we doen dat eigenlijk chronologisch en dan thematisch. Wat lezen we daar? Daar staat namelijk de gezonde vroege middeleeuwen. Yes. Wat jij al zei. Eigenlijk is het dus het hele begin is in strijd met onze vooroordelen. Ja. En als je nog weer verder teruggaat, zul je ook weer verschillen gaan zien. Hè? Als je naar de Romeinse periode gaat. Maar als je bijvoorbeeld gaat naar het paleo, hè? Dus de tijd dat we jager-verzamelaars waren. Die waren hartstikke gezond. Die waren supergezond. Ja. Die mensen die waren 1,84 gemiddeld. Ja. En die waren dus supergezond. En de komst van dat we gaan boeren maakt wel dat we meer eten voor veel meer mensen hebben. Maar we worden minder gezond. Nee, ze leken allemaal op Arnold Schwarzenegger. Nou ja, in ieder geval wat je dus ziet, is wat ik heel interessant vind, is dat gezondheid geen lijn is van vroeger was het slechter, nu is het beter. Maar ga je door de tijd heen kijken, dan zie je die lijn die fluctueert. Ja. En die fluctueert en dat door wat mensen gemiddeld dan aan voeding hebben. Deze mensen, je las het er mooi voor, hebben veel verschillende goede voeding. Maar je ziet eigenlijk als we in een samenleving steeds meer verschillen gaan krijgen, rijk, arm, dat heel grote groep buiten de boot valt, niet geld heeft voor goede voeding of voor brandstof om die voeding te maken, dan gaat die gemiddelde gezondheid achteruit. Maar hier staat ook in dat geestelijk welzijn heel belangrijk is. En muziek is een van de belangrijke dingen om weer gezond te worden. Dit is dus de gemiddelde mens van 1550. En die is 1,70 meter. Ja. Dus die is. Ik ben 1,86. En dat is de gemiddelde lengte op dit moment van de Nederlandse man. Borstvoeding is ook iets wat met levensstijl te maken heeft. Ja, absoluut. Dus als je kijkt in de 19e eeuw, zijn er al hele grote verschillen tussen mensen, groepen onderling. Dus je hebt natuurlijk rijk-arm, maar het wil helemaal niet zeggen dat je als arm kind altijd slechter af bent dan een rijk kind. Want het hangt van die levensstijl af. Als die rijke moeder geen borstvoeding wil geven en heeft ook geen min of zo, dan ben je eigenlijk slechter af dan wanneer een moeder die dat wel langdurig doet. Maar je ziet dus eigenlijk dat het in die 19e eeuw dus al verschilt in welke regio word je geboren, bij welke achtergrond, ben je katholiek of ben je joods of ben je in een socialistisch gezin, dat maakt allemaal ontzettend veel uit. En dan zie je dat het een kindje die in de armste families in Friesland wordt geboren, een betere overlevingskans heeft dan de rijkste in Utrecht of Zeeland. En als je naar Amsterdam kijkt, dus binnen Amsterdam in de 19e eeuw, had je als
kindje in een arm Joods gezin een veel betere overlevingskans dan in een protestant gezin. En dat had weer te maken met de duur en de lengte van borstvoeding, een levensstijl, misschien een kosher er enorm mee te maken. Dus je ziet het er. Want als je hele lange borstvoeding is toch ontzettend goed voor het kind? Ja, absoluut. Ja. Maar we kunnen dus wel concluderen dat, laten we het nou eens vergelijken met die vroege middeleeuwen, dat zeker de onderkant van de samenleving in de 19e eeuw er een stuk beroerder aan toe was dan de, voor zover een onderkant was in de vroege middeleeuwen. Ja, dat denk ik wel. Ja, absoluut. Terwijl de elite natuurlijk in principe er wel beter aan toe was, maar toch ook in de 19e eeuw ook heel wat ellende, medische ellende voor ze kiezen kreeg. Ja, ja. Ik ga er toch een foto van maken. We hebben uit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag het boek Tregement der Gezondheid. Er werd dus ook in de middeleeuwen heel erg aangeraden om een bad te nemen. Dus ik denk soms wel eens dat een middeleeuwen beschuldigen van het feit dat hij stinkt, dat het misschien wel een van de grofste beledigingen is die je had kunnen nu doen. Nu nog wel, hè? Nu nog wel, maar toen. Als je toch in een trein zou zitten tegenover iemand en dan na een half uurtje zeggen, nou, u stinkt werkelijk zo verschrikkelijk. Dat gaat slecht aflopen. Dat gaat niet goed, ja. Oh, die scheet is ook leuk. Die is mooi, toch? Ja. Wat ik echt interessant vind aan het schilderij van de hel is dat hier dus niet zozeer van die monsters met van die drie punttandringen zo in het beeld prikken. Maar het is stank wat het ergste van het ergste is. Scheten monsters. En dat heeft dus alles te maken dat rottende lucht, nou dat monster moet wel hele vieze rottende lucht hebben gehad, dat daar de ziektes mee verspreid werden. En dus moest je dat ten alle tijden zien te voorkomen. Ja. Nu beginnen we aan de 19e eeuw en daar staat uit balans. Ja. Maar je ziet dus ook in botonderzoek bijvoorbeeld dat dus heel lang er geen caries of nauwelijks caries voorkwam. Hè? Dus heel veel van die gebitten zijn eigenlijk best goed. Maar je ziet ook wel weer gebitten. We hebben er daar een aantal eentje tentoongesteld. Maar waar je ziet dat mensen ribbeltjes hebben in het glazuur. En dat wijst erop dat mensen als kind, als ze dus een melkgebit kwijtraken, maar een volwassen gebit krijgen, zo ernstig ziek zijn geweest dat de glazuurproductie stopt en daarna pas weer verder gaat. Oh. Dus je kunt aan gebitten dus heel veel afleiden. Ook precies de medische geschiedenis aflezen. Ja, precies. Ja. Ja. Nou hebben we tegenwoordig voor een belangrijk gedeelte, zeker bij bekende Nederlanders, enorme, gigantische plastic paardentanden. Dus daar kunnen we niets meer uit aflenen. Behalve dat het bekende Nederlanders zijn geweest. Dus wat je hier ziet is natuurlijk een heel intiem moment tussen een moeder en een kindje. Die wordt even goed op luizen geïnspecteerd. Maar eigenlijk is in dit schilderij, en dat zie je ook verderop in schilderijen, eigenlijk alles overal ontzettend netjes. Nederlanders stonden in de 16e eeuw, 15e eeuw zelfs al bekend als mensen die verwoed schropten, schoonmaakten. Moeten we toch kunnen concluderen dat Nederlanders gezonder waren dan de meeste andere Europese volkeren. Ja, klopt. Ze waren ook gemiddeld groter. We waren rijker. Ja. We waren netter, dus waarschijnlijk ook gezonder. Ja, en wat je ook ziet met die lengte, wat we dus in de tentoonstelling laten zien, dan zie je ook dat eigenlijk blijkt uit dat grote onderzoek dat de skeletten uit Nederland, laat maar zeggen, waren relatief groot. Ja, en stevig. En stevig. Ja. Nou, het is het bekende geval van Napoleon, die wij beschouwen als een klein mannetje. Mm-hmm. Maar misschien is dat wel een Nederlands perspectief, want Napoleon was 1,68 meter. Ja. Wat helemaal niet abnormaal was in die tijd. In die regio? Nee. Ja. Ik denk dat hij zekere gemiddelde mannelijke lengte had. En als je bij ons kijkt, dus in de data, dat zie je verderop in de tentoonstelling, dan zijn de mensen rond 1800, Napoleon, zijn het kleinst. Hè? Dus dan zijn we 1,68 hier in Nederland gemiddeld. Maar kijk, dus Napoleon zou niet opgevallen zijn. Zou niet eens opgevallen zijn. Nee. Dus dat Napoleon een klein mannetje was met een Napoleon-complex, dat is onzin. Ja.
Wat ik aan deze kant van de zaal eigenlijk wil laten zien is dat we vanaf pakken bij 1850 langzamerhand uit het dal gaan klimmen. Dus de levensverwachting bij geboorte gaat zeker naar 1870 vrij steil omhoog. En deze tussenhal hebben we gewoon nog wat data voor de mensen als ze het leuk vinden bij elkaar gezet. Voor wetenschappers zelfs is het interessant om zo'n tabel te maken, grafiek te maken van 1122 tot nu. Zijn de omvang van de cirkels, is dat ook een beetje de omvang van het aantal slachtoffers? Ja, dus we hebben dat een beetje natuurlijk qua vormgeving zo'n beetje gedaan. Maar wat je ziet is dat pest is verreweg de grootste uitdaging waar we mee te maken hebben. Omdat die alsmaar terugkwam. Ja, echt 30 keer, hè? Ja. 30 keer teruggekomen. Infectieziekten die hebben een immense impact gehad op met name de steden. TBC hebben we natuurlijk pas net. Ja. Grotendeels weten weg te werken. Grotendeels. Eigenlijk hebben we pas die infectieziektes in de loop van de 20e eeuw een beetje onder de knie gekregen. En we schrokken ons dood met COVID-19. Omdat we het eigenlijk een beetje vergeten waren. Maar het was nog niet zo lang geleden dat we daar heel vaak mee te maken hadden. Ja, nou ja, is dat griepvirus. De verschillende griepvirussen. Want het zijn natuurlijk een grote gezellige familie. Spaanse griep. Spaanse griep, Mexicaanse griep. Ja, noem maar op. Ja, nou maar wat je wel ziet, is dat vooral in die 19e eeuw er op een gegeven moment natuurlijk wel een besef komt, we kunnen zo niet meer door in de steden. En dan komt er wel een vanuit de overheid, maar ook vanuit de medische wereld, maar en vanuit de burgers, een soort samen aanpakplan. En wat je dan ziet is dat er vooral, want we hebben nog niet goede medicijnen, er vooral wordt gekeken van hoe kunnen we met elkaar een schonere stad maken. Dat betekent waterleiding op een gegeven moment aanleggen, nog wat later riolering. Utrecht is heel laat met zijn riolering. Maar ook bijvoorbeeld anders met elkaar omgaan. We moesten met COVID ook weer niet in elkaars gezicht hoesten, niet spugen op straat. Het vraagt sociale verantwoordelijkheid. Ja. Ja, we staan in de laatste zaal van de tentoonstelling De Gezonde Stad. Ik moet zeggen, ik heb een groot deel van mijn leven in Utrecht doorgebracht. Utrecht is er veel beter aan toe dan toen ik hier arriveerde als student. Ja. Maar ik vind wel, ik ben met je eens dat we redelijk positief kunnen zijn. Maar we zijn nog steeds een stad, je noemde het net ook, met enorme verschillen. Ja. Als je in de ene wijk wordt geboren, heb je qua gezond stedelijk leven gewoon 14 minder gezonde levensjaren tegemoet. Ja. Dus ik vind, we doen het goed, maar we kunnen ook nog zeker wel heel veel vlakken verbeteren. Maar deze cijfers zijn landelijk. Die zijn landelijk, maar we kunnen er als stad ook iets aan doen. Laag opgeleide mensen leven 6 jaar minder en zeer veel jaren met allerlei medische klachten dan mensen die hoger opgeleid zijn. En dat, we hebben het uitgebreid gehad over levensstijl. Dat heeft voor een belangrijk gedeelte te maken met levensstijl en behuizing.